weet je nog, dat we in de afgelopen 2 jaar op tv en in de kranten uitgebreid geïnformeerd zijn over het feit dat na COVID zou alles anders zijn. Een nieuwe samenleving met nieuwe gewoontes, andere sociale structuur, minder files. Het was nou echt ongelooflijk. Nou, ik ging een lezing houden afgelopen, wat was het, donderdag of vrijdag bij TNO in Den Haag. Daar was ik om 5 uur, 4:15 klaar. Ik denk dat ik om 5:30 in de auto zat. Goede god. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, in die zin lijkt hij waarschijnlijk op Rutte, die is ook gewoon niet in vrouwen geïnteresseerd. Ja, ja. Dat kan gebeuren, het is op zichzelf een enorme lode last die van je schouders wordt genomen. Ja. Hey, ik vind het hartstikke leuk allemaal, die mensen in die rij op Schiphol weer, die dus nu hun onderbroeken moeten gaan zoeken. Ja, Schiphol, maar dat had toch te maken met een staking van het bagagepersoneel? Ja, die waren boos. Als ik het allemaal goed begrepen heb, die waren boos en ongetwijfeld terecht. Ik heb altijd begrepen dat dat, laten we zeggen, de Achilleshiel van het vliegbedrijf is. Namelijk dat die koffers natuurlijk in no time van boord, aan boord en van boord moeten zien te komen. Met alle gevolgen van dien. Werkdruk was en te hoog. En dat die mensen slecht betaald worden. Ja. En dat het ook in allerlei opzichten de verreweg de zwakste plek is op het punt van de beveiliging. Omdat natuurlijk vrijwel iedereen daar aan de slag kan die wil. En bereid is om dat klote werk te doen voor zo weinig geld. En ja, je loopt daar, als we dat dan toch structureel moeten behandelen, dat is een hele onderkant van de arbeidsmarkt waar je enorm belazerd betaald wordt voor vervelend werk. Ja. Met als gevolg dat zo weinig mogelijk mensen in die sector werkzaam willen zijn. Wel heel goed dat ze nu juist nu op die drukke dag dat werk neer hebben gelegd, onverwacht. Nou ja, dan merk je er nog eens wat van. Of dat dan ook gevolgen heeft, dat vraag ik mij af, want dit is volgens mij ook zo'n probleem wat al sinds Sint-Jutemus, zolang ik daar ooit iets over lees, is dit altijd zo geweest. Ja, ja, FNV vandaar wist ook het dat niet. Die beveiliging boven, waar wij dus als passagiers getreiterd worden met het gezeik dat je geen tubetje tandpasta mee mag nemen, omdat je weet dat het kan gebruikt worden om een atoombom te construeren. Dat wordt eigenlijk teniet gedaan door de betrekkelijke onveiligheid die er in dat bagageafhandelingssysteem schuilt. Ja, maar het moet je toch goed doen, al die mensen die weer op vakantie gaan, dat die dan juist nu in de rij staan en zelfs niet kunnen vertrekken. Ja, eigen schuld, dikke bult. Ben ik geneigd om te zeggen, blijf thuis, lekker. Het is mooi fris voorjaarsweer, wat wil je nog meer? Maak een wandelingetje in je eigen stad. Ga eens kijken waar jij zelf woont. Ook interessant hoor. Maar het gekke is dat, ja, merkwaardig genoeg. Ik moet nog even iets over de kwaliteitskrant zeggen. Kijk, er zit een slakje op de boom. Zie je dat? Dat is een slakje, toch? Oh, ik zie het. Ja, ja, ja. Ja, dat is toch merkwaardig bestaan. Leiden die slakken natuurlijk. Zit lekker stil, ja, ook in de zon. Dan moeten we eens opletten of die de volgende week nog zit. Ja, ik ben weer de kwaliteitskrant. Je weet, ik hecht aan papieren krant. Ik vind het wel lekker om er elke dag één te krijgen. Is die er weer? Nee, ik heb 2 weken geen krant gekregen van de kwaliteitskrant. En nou ja, daarvoor hebben ons geen excuses bereikt. Of mijn vrouw heeft van alles geprobeerd. Het heeft geen enkel effect gestorteerd. Met uitzondering van de 2 zaterdagskranten. Die hebben we nou weer wel gekregen. Dus kennelijk zijn de avondbezorgers allemaal overleden. Maar de zaterdagbezorgers die leven nog. Denk ik. Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit. Want het blijft natuurlijk raadselachtig. Dat je gewoon 2 weken zonder enige nadere mededeling geen krant krijgt. Vanaf maandag gaan ze dus voor 7 de bezorgen. Ik ben benieuwd wat dat sorteert. Ja, 7 uur 's avonds. Ja, mijn interpretatie was al eigenlijk, nou ja, dat ze daar natuurlijk weten dat ik al pas heel laat opsta. Dus dat ze dachten, nou ja, toen dacht ik nog dat de ochtendkrant al eerder begonnen was. Maar dit wordt al heel ingewikkeld van. Maar goed, ik dacht, de ochtendkrant is al 2 weken geleden begonnen, maar dat heeft aanloopproblemen. En toen dachten ze, die Verlossum staat toch pas laat op, dus die hoeft die krant helemaal niet te hebben. Eigenlijk, we stoppen er gewoon mee. Maar ja, ik heb 2 weken dus geen krant gekregen. En ik mis hem. Ja, maar je zou toch verwachten dat is als je een keer belt, is het na een paar dagen al opgelost. Ja, dat zou je denken. Niet dus. Vroeger kon je ook lokaal naar de chef van de lokale bezorging bellen. Maar dat zijn allemaal dingen die
op geniale wijze zijn opgeruimd in Nederland. Overal waar je klagen kunt, zijn de stekkers eruit getrokken. Zijn de telefoonnummers verdwenen. Je weet dat er enorme hoeveelheden webpages zijn waar tot elke prijs vermeden wordt een telefoonnummer te vermelden. Zodat je ook niet, je weet niet wat je moet doen. Of je moet gaan zoeken op het internet of je moet weet ik wat doen. Ja, dat blijft een wonderlijke zaak. We worden steeds rijker, maar tegelijkertijd wordt de burger, de individuele burger, steeds hulpelozer. Maar zijn er meer mensen in de straat met de kwaliteitskrant? Dat weet ik niet. Ik heb geen onderzoek. Vind je dat ik dan overal moet gaan bellen? Heeft u de NRC gekregen? Ja of nee? Moet je een appgroepje even doen? Ja. Maar goed, ik heb de zaterdagskrant heb ik wel gelezen. Oké, dus je bent wel een beetje op de hoogte. Die heb ik doorgebladerd, laat ik dat van zeggen. Dus je bent eigenlijk nu niet goed op de hoogte van het nieuws en de achtergronden? Nee, dat zou je kunnen zeggen. God, ja, je kijkt natuurlijk ook op het internet naar nieuws. Dus ik heb denk ik wel de grote lijnen, daar ben ik wel van op de hoogte. Ik wist dat ze daar, wat je weet, ik kijk naar teletext. Dus daar staan de belangrijkste dingen wel zo'n beetje bij elkaar, toch? Ja, dus Schiphol had je wel gezien? En ja, Schiphol had ik wel gezien. Maar god, je weet, ik probeer tot elke prijs een aanwezigheid mijnerzijds op Schiphol te vermijden. Zoals je weet, ik haat vliegen. Ja. Ik vind het een rampzalige activiteit, eerlijk gezegd. Maar jij stond laatst toch ook in de rij toen je naar Italië ging. Toen heb je ook in die rijen gestaan. Zeg dat wel. En we bovendien nog zo'n beetje op de allerlaatste seconde bleken we een formulier in te moeten vullen. Of Italië dat nou eiste of Schiphol, dat is mij in de verwarring niet duidelijk geworden. Er waren gelukkig een paar initiatiefrijke dames bij. Ik dacht, ik blijf gewoon zitten en dan zien we het wel. Ik niet mee mag, jammer genoeg. He. Maar die waren al snel achter dat je kon ook met z'n vier of vijf in het formulier. Nou ja, het was chaos. Het was verschrikkelijk. En dan moet je dus, zoals je weet, eindeloos van tevoren aanwezig zijn. Ja, waarom? Meestal is dat zo gebeurd. Eigenlijk zit je gewoon 2 uur duimen te draaien. Ik sowieso ben ik altijd al een uurtje later. Maar dan nog zit je 1 uur duimen te draaien. Ja, maar als je allemaal op het laatste moment komt, krijgen ze het niet georganiseerd, denk ik. Nou, waarom niet? Ja, nee, niet als je op het allerlaatste moment besluit een totaal nieuw formulier te gaan invullen. Maar meestal, je kent die onnozelheden wel, hè. Of je geen ernstige ziektes hebt en of je wel ingeënt bent. En nou ja, die hele flauwekul. Waarvan je ook weet dat natuurlijk alleen de oplichters worden er niet door getroffen. Want dat zijn oplichters die weten hoe je dat aan moet pakken. En zoals gewoonlijk is de modale burger het slachtoffer van al die flauwekul. Ja, omdat je eruit wordt gehaald, omdat ze denken iets te vinden. Nou ja, wij werden er niet eens uitgehaald. Want dus iedereen die meeging, dit was ook zo'n reisgezelschap, moest natuurlijk net als alle andere passagiers dat formulier invullen. Ja, maar je hebt toch ook dat op Schiphol dat ze mensen die er verdacht uitzien, als je Nike's aan hebt, word je er al uitgehaald omdat ze denken dat je drugs bij je hebt. Oh, dat zou kunnen. Ja, daar heb ik het al eens eerder over gehad. Ik zie er voor Nederlanders niet verdacht uit, maar in het buitenland vinden ze in het algemeen, of vonden ze in ieder geval vroeger, dat ik er verdacht uitzie. Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Ja, het viel mij toen op JFK op dat die Joods-orthodoxe mensen, die kunnen dan de toeristen passeren. Hè? Die hebben dan een speciale, volgens mij voor mensen die uit Amerika komen. En die lopen daar in de traditionele klederdracht. Dus dat natuurlijk niet vaak ziet, is dat natuurlijk toch best opvallend. Ja, nou ja, kennelijk hebben die dan een speciale voorrechten. Ja, met van die hoge hoeten. Ik heb ook wel eens een speciaal voorrecht gehad. Dan maakte ik een reis die te maken had met de Amerikaanse overheid. En er stond er een mevrouw op me te wachten. Eigenlijk zo'n beetje op het punt waar je uit het vliegtuig komt. En toen kon ik zo rats met haar meelopen. Nou, je begrijpt, dat is een van de meest triomfantelijke wandelingen die ik ooit gemaakt heb. Hè? Want dan over die weet ik hoe ver het is, 1,5 kilometer ook zo. Fijn voor mensen ook die slechte been zijn, dank u wel. Ja, daar sta je daarbij te treuzelen en te wachten op van alles wat niet gebeurt of traag, veel te traag gebeurt. Ja. Mensen die vaak reizen, die kunnen dus ook... Ik weet weinig landen die zo onwelkom zijn ten opzichte van bezoekers als de Verenigde Staten. Ja, ja, je wordt als screening. Ik heb ook al getipt, vlieg naar Detroit, daar heb je nergens last van. Is dat zo? Ja, dat vond ik. Volgens mij vloog KLM ook direct op Detroit. En Detroit is, zoals je weet, de ruïne van de moderne auto-industrie. Een heel interessante stad in allerlei opzichten. Je moet er tegen kunnen, maar het is voor een paar dagen heel interessant. Bovendien, daarna kun je door naar Chicago, wat een hele leuke stad is. Leuker dan zijn reputatie. En Detroit heeft waarschijnlijk, omdat iedereen meelijdt met Detroit, heeft een nieuwe luchthaven gekregen. Enorme
Schitterend geoutilleerde, wat ik me ervan herinner, een nieuwe luchthaven. Maar je begrijpt dat daar vrijwel niemand aankomt. Dus als je daar aankomt, ben je van harte welkom. Ook daar moet je weer de bekende onnozele enorme afstanden gaan lopen. Dat is nu eenmaal inherent kennelijk in het ontwerp van vliegvelden. Maar ik vond de ontvangst daar fundamenteel anders dan JFK. Dat schijnt ook dat de New York Port Authority, dat die de baas is over JFK. En ik dacht dat de New York Port Authority een wereldwijde reputatie had van incompetentie, traagheid, de bureaucratische verzieking, algehele lulligheid. Nou, gaan we door. En in Detroit is dat niet. Ja, maar dat is een stedelijke bureaucratie is dat. Maar daar heb je natuurlijk niks aan. Als je naar New York moet, dan kun je niet naar Detroit. Nou, het is te overwegen. Misschien slaan we net eens een keer over. Ja, als je aan mensen vraagt wie ze wel eens in Amerika geweest zijn, altijd wel in New York geweest. En dan maken ze natuurlijk een kapitale fout. En dan gaan stappen ze in New York en vliegen ze naar Los Angeles of naar L.A. Wat je niet moet doen. Ik heb het al eerder gezegd. We hebben het erover gehad, toch? Huur een auto, rij er doorheen. Ja. Dat geeft je pas een essentieel beeld van de Verenigde Staten. Ja, maar in Manhattan kun je niet parkeren. Hè? Kun je alleen maar rijden. Je kunt nergens parkeren. Ja, ik mag erop wijzen dat dat ook in de meeste Nederlandse steden het geval is tegenwoordig. Ik was laatst in het... Ik vermijd praktisch tot elke prijs een rit met de auto naar een Nederlandse stad als ik niet eerst gebeld heb, dat ik gegarandeerd ruim kan parkeren. Ja, wat je wel mooi hebt in Amerika tussen van die hoge panden is ja eigenlijk een autoparkeergarage, hè? Of een autohotel noemen ze dat volgens mij, waar ze dus opeengestapeld staan. Dat heb ik nog nooit in Europa gezien. En in Florida heb je dit voor boten. Dus daar liggen die boten, die liggen vier hoog in een soort... Ja, een soort liftsysteem is dat. Dus je kunt een knopje drukken en dan komt jouw boot die komt naar beneden toe. Ja, het is er wel in Nederland. Weet je waar? Ik was laatst in Den Haag bij dat Haagse Centrum voor Strategische Studies. Daar heeft de eigenaar van het pand heeft dat laten bouwen. Dus moet je aan de achterkant van het pand in het midden van... Ga je vier hoog met je auto. Ja, nou, je rijdt hem op een plateautje en dan zegt die mevrouw, die zegt, nou, je moet nu uit uw auto komen, haal al uw spullen eruit, want zo meteen staat hij ergens. En dan drukt ze op een knop en dan wordt hij weggezet. Ah, en dan druk ze weer later op een andere knop en dan komt hij weer terug. Komt hij weer terug, ja. Nou ja, het is om beperkte ruimte te benutten lijkt het mij een ontzettend handig systeem, eerlijk gezegd. Zij zei ook, het is een van de weinige in, volgens mij de enige in Nederland. Dus die eigenaar heeft dat daar neer laten zetten. Kost kapitaal, hè? Dat begrijp ik. Nou ja, ik ga liever per taxi. Ja, dat is ook makkelijk. Ja, ik geef toe, dat kost wat. Hè. Zolang je niet elke dag doet, valt het ook wel mee naar mijn idee. Je wordt voor de deur afgezet. Je wordt voor de deur weer opgehaald. Niet waar, je hoeft ook onderweg niet te denken van misschien is dit ook een thema om eens aan te snijden. Weet je nog dat we in de afgelopen 2 jaar op tv en in de kranten uitgebreid geïnformeerd zijn over het feit dat na COVID zou alles anders zijn. Een nieuwe samenleving met nieuwe gewoontes, andere sociale structuur, minder files. Het was nou echt ongelooflijk. Nou, ik ging een lezing houden afgelopen, wat was het, donderdag of vrijdag. Bij TNO in Den Haag. Daar was ik om 5:00, 4:15 klaar. Ik denk dat ik om 5:30 in de auto zat. Goede god, want je weet, in Den Haag is de Utrechtse baan, althans in oostelijke richting, die functioneert niet. Die is afgesloten. Daar wordt geloof ik nieuw wegdek gelegd of zo. Dus je moest Den Haag noordelijk uit. Ja, dat is een ramp. Over de N44, waarbij door 3 mei volkomen onbekende tunnels werd gejast. En als maar stil stond, dat je denkt, je zult hier toch elke dag in deze totale chaos staan met je auto. Het is ongelooflijk werkelijk. Het is echt verbijsterend. En dat allemaal in deze volkomen nieuwe cultuur. Heel anders, relaxed. We vinden al die dingen niet zo belangrijk. Oh, hallo zeg. Ook enorm agressief gereden in Nederland. Reed je zelf? Nou, ik ben tenslotte achter een soort Duitse camper gaan rijden. Dat leek me wel rustig. Ja, maar je werd niet gereden. Je had geen chauffeur bij je. Nee, dit was overdag. Dit was middag. Dus ik denk, nou, dat kan ik nou wel zelf doen. Jongen. Nou, ik was totaal uitgeput toen ik thuis kwam. Wat een nieuwe wereld. Zouden al die journalisten die deze onbeschrijfelijke lulkoek op papier getypt hebben, nou ook niet wel eens denken, misschien moet ik toch een stuk schrijven dat het anders uitgepakt heeft dan wij dachten toen. Maar ze hebben dat niet zelf bedacht. Hè? Zij quoten natuurlijk de deskundigen die dit roepen. Ja, deskundigen, dat is sowieso een
Eigenlijk moeten we ook eens een heel programma wijten aan deskundigen. Er bestaan leuke boeken over deskundigen. Vooral natuurlijk omdat iedereen denkt dat ik, ook een deskundige ben. Maar daar ben ik helemaal niet. Amerika, ik ben gewoon een kritische, modale burger. Oh. Ik ben helemaal geen deskundige. Geschiedenisdeskundige. Nou, dat wil ik al helemaal niet claimen, zeg. Het hele godganse menselijke verleden. Ik bedoel, waar starten we dan? Bij de Big Bang of zo? Of bij Homo sapiens op de Oost-Afrikaanse savanne of zoiets dergelijks. Dat is net als dat gezeik over dat Amerika-deskundige. Wie is er nou Amerika-deskundige? Die mensen bestaan niet. Dat zijn speciale mensen die bij de Nederlandse televisie optreden. Maar ik heb alles proberen uit te leggen. Ik meen bij de Wereld Draait Door. Dat een Amerika-deskundige, dat is een idiote term. Dat zijn in het algemeen mensen, laat ik het nog eens zeggen, die braaf hun buitenlandse tijdschriften lezen. Daar proberen ze een beetje zakelijk over na te denken. En dan vertel je s'avonds voor radio of tv wat je daar al zo uit hebt opgemaakt. En dan heb je een enkele Amerika-deskundige die goed op de hoogte is van het recente Amerikaanse verleden. Dat ben ik bijvoorbeeld. Zijn er wel meer, daar niet van. En die kan er een dimensie aan toevoegen, maar je weet, de media zijn heel matig tot totaal niet geïnteresseerd in het verleden. En de media, het verleden voor de media is vorige week zaterdag. Ja. Dat is het verleden voor de media. Maar hoe zouden ze jou dan moeten noemen? Want dan moet altijd in het titelbalkje moet altijd zo'n functie staan. Ik zou het liefst hebben een gepensioneerd historicus. Dat is zo breed. Hè? Dat kan over het pensioen, kan ik ook van alle hele interessante dingen zeggen. Er komt een nieuw pensioenstelsel, hè? Ja, dat komt. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar omdat ik van een onbeschrijfelijk oude generatie ben, ik geloof dat allemaal met rust. Ik ben van voor 1950. Dan word je volgens mij in alle opzichten met rust gelaten. Ja. De AOW is bij mij ook gewoon begonnen in de maand dat ik 65 werd. Maar ze willen dat mensen veel meer bezig zijn met hun pensioen. Dus als je nu 30 bent, moet je al je pensioen gaan visualiseren. Ja, ik kan niet anders zeggen dan het lijkt me een ongelooflijk verstandig advies. Ja, maar ja, dat gaat veel niemand mensen doen. Gezien die van allerlei nog wat in hun leven hebben gedaan. Vaak heel aardig hebben verdiend. Maar onvoldoende maatregelen hebben genomen voor hun pensioen. Dat, ja, voor mij is dat door de overheid gebeurd. Ik heb natuurlijk een pensioen van het ABP. Waar je overigens prima over werd geïnformeerd. Ik weet niet wanneer ze daarmee begonnen, maar ik geloof toen ik 36 was of zo. Ja. Want u heeft de zus en zo bedrag te verwachten, die en die termijn, nou ja, enzovoort. Maar begin op tijd met je pensioen, ja. Ja, precies. Maar dat is, als je bij een bedrijf werkt, wordt dat ook voor je geregeld. Maar je moet nu meer betrokken daarbij worden, hè? Ook bij bedrijven. Nou ja, heb jij bijvoorbeeld, bouw jij een pensioen op? Ik bouw pensioen op, ja. Oh, goed zo. Ja. Dan zitten we hier toch min of meer verantwoord. Ja, dat kun je wel en zeggen. En ik geniet van mijn pensioen. Ja, kijk, daar is de postbode. Zou die de krant hebben gebracht? Nee, die krant van vandaag heb ik al gehad. Ik weet niet wat die precies brengt. Want als die alle kranten zou moeten brengen die ik niet heb gekregen de afgelopen 14 dagen, dan moet hij een extra kruiwagentje meenemen. Ja. Ja. Maar het blijft voor mij toch vrij verbluffend dat je gewoon 2 weken lang de krant niet bezorgt. En dat niemand dan zijn excuses aanbiedt of alsnog de kranten nabestelt zoals vroeger altijd gebeurde. Nee, helemaal geen sprake van. Nee. Maar bij het pensioen willen ze dus mensen meer betrekken. Dus je moet veel meer nu weten van, oh ja, dit krijg ik dus straks als ik met pensioen ga. Oh, ja, nee, ik vind dat volkomen juist. Dat de pensioen, als je een behoorlijk pensioen wil hebben, dan moet je relatief vroeg beginnen om daaraan te werken. Ja, maar mensen gaan zich daar niet in verdiepen. Die vinden dat toch niet interessant. Ik denk dat rond de 35, als je dan zegt van, ik ga dat behoorlijk organiseren, dat zou voldoende moeten zijn. Dan heb je ruim 30 jaar om dat pensioen op te bouwen. Maar ja, je moet er wel over nadenken. Ja. Dus als je geen bedrijfspensioen hebt of geen overheidspensioen, dat we zeggen, we hebben allemaal een overheidspensioen. Dat is de AOW. Dat is overigens, de mensen realiseren zich dat niet. Je wordt er ook niet rijk van. Maar het is wel een betrekkelijk uniek en goed functionerend systeem. Hmm. Maar als je dus ook bij een bedrijf werkt en je krijgt het pensioen, wordt eigenlijk van je loon ingehouden, dan nog zeggen ze in dat nieuwe stelsel, we willen mensen daar meer bij betrekken. Je moet daar meer inzicht in hebben. Nou, dat zou helemaal niet gek zijn, dat je een beetje weet wat het bedrijf doet. Ja. Je weet dat heel veel Amerikaanse bedrijven in de loop van de neoliberale triomf de meest gruwelijke dingen met hun pensioensystemen hebben gedaan. Gewoon opdoeken. Ja, leeg plunderen. Ook bij ons is in de jaren 90 natuurlijk wel heel ruim in de. Ja, toen dachten ze de bergen, de gouden bergen groeien tot in de hemel. Of welke bergen er ook weer
Wat groeit er ook weer tot in de hemel? De boomtoppen, de gouden bergen. Nou, hoe dan ook. We kunnen best een beetje afromen in de pensioensector. Dat is een schandelijke vertoning geweest. Dat had nooit mogen gebeuren. Ja, er wordt ook wel eens gesproken om een pensioen, om die terminologie te veranderen in geld voor later. Hè. Dat zou meer aanspreken. Dat is eigenlijk. Dat is. Dit is echt dat je zegt van ja, mensen. Laten we wel wezen, de modale mens is gewoon zo godvergeten stom dat hij niet weet wat pensioen is. Dus weet je wat, het is geld voor later. Niet volgende week overigens, maar als u zo'n beetje 67,5 bent, tegen die tijd, begrijpt u? Maar het is meer bedoeld niet omdat mensen stom zijn, maar om ze meer erbij te betrekken, dat ze er meer bezig mee gaan zijn. Nou, het lijkt mij nergens goed voor. Het is sowieso niet verstandig om voortdurend nieuwe woorden te verzinnen voor dingen waarvan iedereen weet wat het betekent en waarom het zo is als het is. Dus dat we gaan niet praten over tot slaafgemaakten. Nee, we gaan praten over slaven. Iedereen weet wat dat, wie die mensen zijn, wat dat was, wat dat betekende en hoe verschrikkelijk het was. Ja. Maar dit heeft met respect te maken. We gaan niet een nieuwe term erbij verzinnen. Nee, maar dit, het laatste voorbeeld wat je noemt, noemen mensen omdat ze zeggen, ja, dat slaven, dat is niet respectvol. We moeten dat anders verwoorden. Waarom is dat niet respectvol? Moet het trouwens, wat moet er al zo respectvol zijn? Waar moeten we dan, is bijvoorbeeld hij is een burger, is dat respectvol of is dat kritisch bedoeld? Een slaaf heeft er zelf niet voor gekozen om slaaf te zijn. Nee, wie heeft er wel gekozen om burger te zijn van Nederland, hè? Wie heeft er bij geboorte gezegd, waar ben ik geboren? Wat zegt u? Nederland? Nou, dat was helemaal de bedoeling niet. Want ik had een hele andere regeling getroffen. Ik zou op Hawaii worden geboren. Hè? Tot Nederlander gemaakt, hè? Precies, zo is het, ja. Je bent allemaal slachtoffer van tijd en omstandigheden. Ja. Of onderdaan van Rutte zou misschien ook nog wel iets... Nou, zo doorgaat wel, ja. Zegt dat wel. Ja. Ik had trouwens nog eventjes over die auto's in Amerika. Jij zegt, stay your lane doen ze daar. Hè? Ze wisselen daar nooit van baan. Ja. En dat zou goed zijn voor de file, het files voorkomen. Nee, dat schijnt het verkeersbeeld rustig te maken. Maar ook files te reduceren. Keep your lane is het. Keep your lane, ja. Ja, dat is wat je in Amerika doet. Vandaar dat je kunt aan de rechterkant met een enorme snelheid door zo'n reuze vrachtauto gepasseerd worden. Maar je mag daar wel wisselen van. Ja, nee, dat mag wel. Maar ze doen het niet. Nee, zo weinig mogelijk. Bij ons zie je dat rare zigzaggen. Ja. Je hebt mensen die zijn dan gefrustreerd omdat het druk is. En dan zie je ze zo nog een voor je uit. Steeds meer in de verte zie je ze eindeloos zigzaggen. Steeds een plaatsje gewonnen. Gewonnen. En dan tenslotte sta je na 20 minuten ergens bij een of andere stoplicht. En dan blijkt zo'n druiloor dus vier auto's voor je te staan met zijn gezichtzag. Het zijn altijd jonge mannen, dat begrijp je. Het heeft geen zin dus? Volkomen nutteloos. Nou, af en toe heb je ook vrouw. Ik moet zeggen, het fijnste is op de cruise control te rijden. Keep your lane. Geen glazer. De gevaar is dat je natuurlijk in slaap valt, dat geef ik toe. Maar het is echt enorm rustgevend. Ik heb ook geleerd om als er filevorming is, ga gewoon in de meest rechte baan rijden. Vaak schiet die wonderbaarlijk genoeg sneller op dan de meest linkerbaan. En als je achter een vrachtwagen zit, blijf je daar achterrijden? Ja, of dat je moet altijd gaan passeren, is nergens goed voor. Je gaat geen vrachtwagen. Ik heb nog steeds wel moeite om, laten we zeggen, de cruise control continu aan te houden als het heel druk verkeer is. Op een of andere manier ben ik daar niet handig in. Ja, dat is ook bijna niet te doen, toch? Nou, dat is... Het blijkt toch lastig te zijn. Zeker nogmaals bij druk verkeer. Het viel me met die rit naar Den Haag. Laat staan uit Den Haag. Ik zou zeggen dat Den Haag op dit punt Leiden naar de kroon steekt. Leiden is ook een totaal onmogelijke stad. Hè. Je doet dus van... Ja, klopt. Dat ik... kwam eens een keer van Naturalis af. Ja, voordat je dan op de grote weg bent, ben je een half uur kwijt. Nou, minstens. En vervolgens ben je een half uur thuis. Ja, ja. Ja, klopt. Je bent vrij snel in Utrecht als je op de snelweg zit. Ja, Leiden is een uniek object. Ik weet, daar hebben ze waarschijnlijk ook een wethouder die daarvoor gestudeerd heeft. En die een hele team heeft om het Leiden verlaten zo moeilijk mogelijk te maken. Komt er de stoplichten ook? Er staan heel veel stoplichten. Ja, dit zit gewoon bar slecht in elkaar. Ja, we worden daar trouwens het best beluisterd. Dus misschien kunnen we in Leiden. Ja, en in Den Haag. Begrijp ik, want die staan natuurlijk de hele dag stil. Dus die zitten heerlijk te luisteren. Ja, ik weet niet of het in het weekend ook zo erg is, maar... Overigens is Naturalis wel een prachtige plek. Ach, Naturalis is geweldig. Gaat u vooral kijken. Mooi museum. Ja. Het is een lollig gebouw. Misschien iets over de topperen. Maar toch.
En die dinosauruszaal is echt overweldigend. Als uw kinderen dat moet u uw kinderen niet onthouden. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. En waar moest je parkeren eigenlijk in Den Haag? Ging dat wel goed? Nou, bij Naturalis, wat ik me ervan herinner... Ja, dat is een grote parkeerplaats. Maar bij TNO? Een grote parkeerplaats. Bij TNO hebben ze ook een grote... Nou, je begrijpt dat ik eerst gebeld heb of daar wel een ruime parkeerplaats was. Die was er. Weliswaar moet je hekken passeren en op knoppen drukken en allemaal dat soort van dingen doen. Maar er was een ruime parkeerplaats. Ja, maar je zit natuurlijk ook zo laag in die auto van jou. Dus jij moet helemaal overeind komen op dat knopje te drukken. Ja, dat is een ramp, hè. Want je bent natuurlijk bang dat je tegen die paal aanrijdt. En dan blijkt je net niet bij het knopje niet bij die knop te kunnen komen. Maar ik kon erbij. Het was een grote rode knop. Ik kon erbij. Je kunt misschien een zitje... Maar als ze hadden gezegd, nee, we hebben geen parkeergelegenheid. Dan ga ik per taxi. Ja. Maar ja, dat breng ik dan wel in rekening natuurlijk bij de organisator van de lezing. Ja. Maar goed, een taxi van Utrecht naar Leiden. Ja, wat kost dat? €100? Heen en terug? Nou, dat kost je wel €150, denk ik. Oh ja? Ik weet niet precies, maar... Heb je een vaste taxibedrijf die dat doet? Ja, ik heb een vast bedrijf. Oké, want je hebt ook zo'n taxi die naar Schiphol rijdt. Als je op vakantie gaat en je wil dan niet parkeren. Nou, dat is op zichzelf bij de U-tax of de weet ik hoe dat ding hierheen. Ja. Die hebben een Schiphol-tarief. Dat is, ik heb, is het niet €55? Ja. En bovendien moet je dan... Want als je terugkomt, moet je dus niet met de Schiphol-taxi gaan. Dat als je daar gewoon los instapt in een Schiphol-taxi rijdt naar de Franse Hals, staat er bij €130 kwijt. Maar je kunt van tevoren je vluchtnummer opgeven. Moment waarop je weer terug bent. En dan moet je naar een kantoortje. En ik heb daar nooit langer dan 10 minuten gewacht. En dan komt jouw taxi uit Utrecht weer voorrijden. Of meer voor €55. Dat is wel handig. Dus je bent voor €110. Het kan zijn dat het nu 56 is, dat weet ik niet. Maar je bent voor €110 uit de band. In plaats van dat je een mega bedrag betaalt aan die Schiphol-taxis. Ja. En ze hebben op Schiphol voor parkeren de tarieven verhoogd, hè? Ze dachten natuurlijk corona, laten we eens eventjes flink de tarieven verhogen. Ook wij lopen tegen het probleem aan de auto. Een geweldig ding, hè? Ook als studiootje, hartstikke leuk. Maar ja, als je dat ding dus nergens kwijt kunt in Nederland, dat is een van de heerlijkste dingen. Ze piepen altijd in het oosten, zuiden en zo van Nederland, van dat ze niet bij de Randstad horen, dat strijkt niet bij je horen. Nou, dat ze genegeerd worden, ongehoord Nederland, dan maar dat soort. U kunt parkeren. Ik bedoel, een zegenrijke wereld waarbij je gewoon je komt aanrijden in zo'n dorp en baf, je zet je auto neer. Hè? Al hebben ze daar vaak ook nog, gewoon omdat er ook erbij te horen, zo lastig mogelijk gemaakt. Met slagboompjes en allemaal dat soort van dingen. Maar op Schiphol hebben ze toch een plek zat. Ga bijvoorbeeld in Nederland nooit achter een slagboom staan als u niet 100% zeker weet dat als u wegrijdt dat u de slagboom weer omhoog krijgt. Die fout heb ik ook nog eens gemaakt. Wat gebeurde er dan toen? Ja, ik ging daar naar. Toen was de Maartenredactie, die was toch ergens aan de Dansige Kade, zoiets dergelijks. Ergens in Amsterdam is dat. En nou ja, ik zag daarvoor, want dan was het dat je kon voor die gebouwen wel staan, maar daar stonden al allerlei mensen. Maar toen zag ik ineens een parkeerplek met een slagboom, dat wel. Want ik ging voor die slagboom staan, die ging automatisch omhoog. Toen dacht ik, hartstikke mooi. Hartstikke veel ruimte, zet mijn auto neer. Dus ik vergader 3 uur of zoiets dergelijks, kom weer terug. Het was ondertussen natuurlijk 5 uur plus. Dus ik stap in mijn auto, rijd naar die slagboom. Die ging niet vanzelf omhoog. Dus ik denk, ja, wat nu? Daar hing wel een telefoon bij. Dus ik pak die telefoon, ik bel op. Wordt niet opgenomen. Dus ja, ik denk, hoe kom ik hier weg? Ik heb ook geen kaartje wat je erin kunt doen of zo. Dus toen ben ik weer omgelopen naar een bedrijf wat daar op de hoop... Waar het zijn van die kantoren waar meerdere bedrijven in zitten. En toen heb ik aangebeld bij het onderste bedrijf. Nou ja, en er verscheen zo'n typisch kwieke Amsterdammer en... Die zei, ja, dat was hartstikke stom dat ik daar was gestaan. Het was nou mooi dat hij nog op kantoor zat. En hij, wat hij precies heeft gedaan, maar goed, hij wist hoe hij de boom omhoog moest halen. Dus ga nooit achter een slagboom staan als u niet heel precies weet hoe u weer van achter die slagboom de vrije wereld kunt bereiken. Ja. Op Schiphol heb je van die automatische kentekendetectie, heb je wel op meer plekken. Maar daar... Ja, dat heeft bijvoorbeeld ook de Texelse boot. Dat kan ik verder warm aanbevelen. Tot op heden heeft het altijd prima gewerkt. En als je een kaartje koopt voor 5 overtochten, dan geeft dat een behoorlijke korting. Ja.
Maar ik vind wel, op Schiphol is toch ruimte zat om te parkeren. Er zijn zoveel parkeerplekken, ook daar in de omgeving, waar je hem neer kunt zetten. Ja, ze willen natuurlijk fors aan verdienen. Het zal allemaal weer verpacht zijn. Ik bedoel, ja. Een heleboel van die parkeerproblematiek wordt natuurlijk veroorzaakt door het feit dat mensen er geld aan willen verdienen. Ja. Dat is het. In deze totale chaos. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant, waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Hè? Download het luisterboek via de link in de beschrijving.